Een grote verrassing voor velen tijdens FC Groningen VVV was de terugkeer van Gennaro Zeefuik in de spits van FC Groningen. Zeefuik ontbrak tegen RKC, Heracles en Ajax omdat hij een eigen trainingsprogramma volgde om fitter te worden. Trainer Robert Maaskant had kort voor het duel wel laten weten dat Zeefuik weer bij de selectie zat. Maar niemand die erop rekende dat Zeefuik ook zou beginnen. Ook Zeefuik zelf niet. Ja, ik hoorde 1,5 uur van tevoren dat ik in de baas sta. Het was even wennen. Ja. Ja, maar het was ook wel een verrassing, denk ik. Ja, was zeker een verrassing. Ik had het niet verwacht, maar ja, als hij zat in de basis. En zo stond Zeefuik na 4 weken afwezigheid weer op het veld bij FC Groningen. Ja, voelt altijd lekker als je weer mag spelen. En, dat is wel even wennen in het begin. Want ik ben pas eigenlijk vorige week begonnen met trainen, met de bal en zo. Maar het gaat de goede kant op eigenlijk. Zeefuik volgde de afgelopen weken een speciaal programma bij personal fitness trainer Steven Tapilatu uit Hoogkerk. Dat is meer met fietsen, een beetje boksen en zo, zulke dingen. En, het is de goede kant op gegaan en zulke dingen heb ik eigenlijk gedaan. En nu een stuk fitter? Nu ben ik een stuk fitter, ja. Maar ik ga nu nog één keer per week bij hem trainen. En, dus ik ga gewoon door eigenlijk. Toen je hoorde dat je dat ging doen, toen jullie dat besloten, hoe was dat voor jou om dat daarmee te beginnen? Ja, kijk, trainen gaat trainen, traint ook daar. Dus hij zei, kom donderdag maar even kijken hoe het is. Ik ben daar naartoe gegaan en was even wennen weer, want je gaat boksen en al die andere dingen. Maar het leek me wel wat, dus heb ik ook gedaan. En ik vond het wel leuk en het gaat eigenlijk wel de goede kant op. Zeefuik wacht op de loopactie van de Leeuw. Nog eens Gennaro Zeefuik, durft hij te schieten. Zeefuik, redding Maempa. In tegenstelling tot eerdere duels maakte Zeefuik tegen VVV Venlo wel de volle 90 minuten vol. Die winst heeft hij dankzij de fitnesstraining al geboekt. Zoals ik al zei, was even wennen weer met de bal en zo, maar ik ben blij dat ik 90 minuten heb gespeeld. Zeefuik was tijdens de eerste maanden bij FC Groningen regelmatig het onderwerp van gesprek. En bijna altijd ging het over zijn gewicht en omvang. Natuurlijk is het natuurlijk niet leuk als je alleen maar negatief over jezelf hoort. Maar je moet er gewoon, niet te veel stil blijven staan. Je moet gewoon keihard trainen en het tegendeel bewijzen. En, dat probeer ik ook te doen. En, ik moet dat gewoon volhouden en nu moeten er goals komen. En dan laten zien op het veld. Klopt.